Goedemorgen vakantiegangers, hoe is het met jullie? Hier is alles goed natuurlijk. Wij zijn de hele week al druk geweest om de klas en de school weer helemaal in te richten om aankomende maandag goed te starten. En we hebben nog een paar dingen die we met jullie willen delen om ook maandag een goede start te hebben. Bijvoorbeeld, er zijn weer een aantal corona dingetjes die we met jullie willen delen. Waaronder dat we dit mooie bord dat hier staat, KISS en GO, dat gaan we dit jaar weer gebruiken. Dus dat staat weer bij de poort en dat betekent dat je afscheid neemt bij de poort. En alle ouders die dan bij de poort staan, let erop, 1,5 meter. Heel belangrijk. Een ander ding wat de laatste tijd in het nieuws is geweest, is het ventileren van het gebouw. En zoals jullie weten, Platijn heeft geen hypermodern ventilatiesysteem op het dak staan. Wij ventileren door onze ramen open te zetten, deuren open te zetten. En dat doen we de hele dag. Dus dat betekent dat het soms misschien wat fris is in de klas. Dus als je denkt, ik zal een trui aan moeten, dan is dat het slimste om te doen. Want wij zullen veel de ramen en de deuren openzetten. Dat wat betreft de coronaregeltjes. Natuurlijk, handen wassen hoort er ook bij, hè? Gaan we gewoon mee door. Een ander ding is de hoofdluiscontrole. Die gaat niet door. Dat betekent dat we aan alle ouders vragen om thuis goed te controleren op hoofdluis. Dat is belangrijk. En dan hebben we nog één laatste dingetje. En dat is een vraag vanuit Overblijf. Mocht je nou nog willen gaan overblijven en gebruik van maken van de Overblijf en je hebt je nog niet aangemeld, doe dat even via de website van Corijn. Heel belangrijk, want dan krijgen wij een beetje zicht op hoeveel kinderen er gaan overblijven. Dus dat is eigenlijk vooral wat ik met jullie wil delen. Geniet nog van de laatste dagen van de vakantie. Maak er nog iets moois van en ondertussen zien jullie dat hier hard gewerkt wordt. Frank, wat ben je aan het doen? We zijn het klimrek aan het demonteren. Ben je al aan het inpakken voor de verhuizing naar de nieuwbouw? Ja, naar Dijkstraat. Gaat dit ding dan mee? Denk het niet. Veel te gevaarlijk. Aha. Ja, we hebben geconstateerd dat het huisje nogal wat gebreken heeft. En deze wordt afgebroken. En dan kunnen we daarna weer lekker veilig spelen hier op het schoolplein. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En met z'n allen, geniet nog van de laatste dagen. Tot maandag. Doei!